Ik heb geen muziekwetenschappen gestudeerd. Ik ben geen muzikus. Ik heb de toneelacademie gedaan, maar ik heb het echt gewoon van vroeger uit leren kennen. Gewoon eigenlijk heel organisch. Dus voor mij heeft het ook geen hoge kunst of zo. Voor mij is het gewoon, oh, fantastisch. En dat fantastische mag ik dus naar mijn hand zetten. Het levert Spanga hele andere opera's op. Ja, volgens de pers wel. Vaak. Een van de kritieken van Samson, die was toch de zoveelste operaverkrachting op een rijtje. Dus dat is dan het negatieve. Maar ook wel worden dingen als uniek worden toch wel vrij vaak genoemd. En ik denk echt dat dat ermee te maken heeft. Dat we dat echt gewoon hebben kunnen ontplooien. En Mortjoen gaat in een tint in Spanje Blauwbaards Burcht in première. We zeggen er eerst te doen op feest. Behalve de muziek die magistraal is, die je werkelijk van de ene ellende in de andere slingert, is het een stuk tussen man en vrouw. En dat is zeer boeiend om je mee bezig te houden. Daar gaat het leven om. Waarom ben ik begonnen met die filmbeelden erbij? Het is begonnen met Blauwbaards Burcht. En Blauwbaards Burcht, daar zijn natuurlijk die zoveel, 7 deuren, weet ik veel, aantal deuren. Dus mij leek het spannend om te laten zien wat er achter die deuren was. Nou ja, dan kom je al snel bij een ander medium. Film. Bij sommige dingen, ik bedoel, je kan achter iets kijken en daar is het leuk voor. Maar het is niet zo dat ik het dat het meer is. Ik vind het allebei even leuk. Maar het hangt er vanaf wat voor stuk het is. Bij Donna Giovanna hebben we het absoluut niet nodig. We hebben het sowieso nooit nodig. Maar soms geef je gewoon meer uitdrukking aan iets. Het idee om Rigoletto te maken was er ver voor Blauwbaard. Dus om Rigoletto als film te maken. Die was er ver voor Blauwbaard. Dus dat heeft niks met elkaar te maken. En ik heb ook geen voorkeur voor of film of opera zonder fratsen, zullen we maar zeggen. Ja, die laten we ook liggen. Die laten liggen. En we laten 5 laten we ook liggen. Okay. Of is 5 vanaf zo de grond? Te draaien? Nee, is ook. Nee, is nooit van, altijd vanaf een stijger. Nee, alles 2 meter stijgen. Laten we hem ook liggen. Het is zo gedraaid. Is echt, zo. Echt blij mee, hè? We zitten nu in de scène dat ik verwacht dat Sanson gaat arriveren. Wat ook gebeurt. En ik ga dan al mijn kaarten uitspelen. Alle verleidingstrucjes, al mijn marchanderen, chanteren, de hele mikmak. Gooi het allemaal in de strijd en probeer hem ervan te overtuigen dat hij zijn geheim aan mij moet vertellen. Een geheim van zijn enorme kracht. Je suis pas un acteur, je suis un chanteur. Donc c'est pas facile de jouer devant une caméra.
Et pour moi, c'est très intéressant. C'est le rythme n'est pas le même. Et Corinna demande beaucoup, tout le temps, son cœur. C'est un vrai, vrai, vrai grand cœur. Et c'est très agréable de travailler. C'est plus qu'une relation de directeur à acteur. C'est vraiment une relation d'amis et ça, c'est rassurant. Rassurant. Et on se sent en confiance. Donc on peut faire vraiment facilement tout. We werken allemaal ontzettend hard. Het zijn hele lange dagen, korte nachten. Maar er is zo ontzettend veel lol en gein. Houd je op de been. En komt het ook mede door de regisseur? Ja, tuurlijk. Ik vind het heel erg leuk met haar te werken. Ja, het is te begrijpen wat ze wil. Het is, ik kan me erin voelen en ik mag ook zijn wie ik ben. Ik mag zelf met dingen aankomen. Nou, dat is dan wel of niet leuk. En het gaat allemaal heel, heel gemakkelijk, heel vriendschappelijk. Ook met heel veel gein en humor. Dus je voeten daarop zet. Precies, ja, dat is. We hebben een fantastische studio. Van de familie Witteveende, waar normaal caravans staan. Ja, als je zo'n studio wil huren, hè, want we hebben, ik weet niet hoeveel kubieke meter zand gestort. En we hebben dit ding vanaf 1 juli, dus van 1 juli tot 15 september, 18 september, 19, dan weet ik veel. Ja, ga maar zo'n studio huren in de stad. Want dat is ons hele budget, is dan 3 keer draaien op. Dus dat is natuurlijk een groot voordeel van hier. En de externe locaties, dus niet de studiolocaties, hebben we hier ook allemaal in de buurt gevonden. Die zijn prachtig, prachtige zandafgraving. Je waant je niet in de woestijn, want de kleur van het zand van de woestijn is essentieel anders. Maar je weet echt niet waar je bent. En als je dan met je kader over de zandbulten heen gaat, dan zie je ineens dat je in het prachtige Friese weiland staat. Met het jonger op de achtergrond. Maar daar zijn we niet. We zijn in de woestijn. Goed jongens, dan ga je voor een repetitie. Stilte graag. Het is een ander tempo. Ja, zo. Muziek. Ik ken haar vanaf de allereerste opera. Ze heeft mij gevraagd voor de allereerste opera om lichtontwerper te zijn. Dus ik heb bijna alle dingen heb ik meegedaan. Ze komt niet uit de filmmakershoek, maar ze is, haar regieën zijn heel exact, heel precies. Dat zul je ook zien op de bühne. Dat is niet een grootse regie met grote gebaren, grote dingen. En juist die kleine gebaren en de kleine dingen die zij ook op de bühne gebruikt, die komen in de film terug. En ja, die zie je op de film beter eigenlijk nog dan op de bühne. Dus wat dat betreft is het absoluut geen onlogische stap dat ze is gaan filmen, vind ik. Jos, bladzijde 140, Jos. Dus je kent elkaar heel erg goed. En ik zou ook niet weten hoe ik dit met een cameraman moest doen die ik niet kende. Ik zou niet weten. Of met zangers die ik niet kende. Ik bedoel, ik hoef echt maar. Het was wel een leuk voorval op de zandafgraving. Er zat natuurlijk heel veel koor omheen. Daar hebben we natuurlijk ook goed mee gerepeteerd in de afgelopen maanden. En ik ging naar Charles toe, de Samson. En ik zei: Charles, tu dois absolument faire plus de. En ik deed ook echt. Deed ik. En die mensen eromheen die hadden zoiets. En Charles zei: ja, nee, ik begrijp wat ze bedoelt. En die deed het ook. En dat is zo fijn, dat je echt zo weinig woorden nodig hebt om elkaar te begrijpen. Dat even heel goed opletten waar ze zitten. Ja.